Als je mijn video leuk vindt, geef me een like, abonneer en klik op de bel. Notificatie voor de nieuwste video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Hallo mijn lieve kijkers, welkom op mijn kanaal. Ik ga vandaag sehena maken. Mijn oerdi is door de helft en gepraakt. En daar heb ik hem in water een nachtje laten inweken. En meer van die schillen heb ik uitgewassen. Hoeft niet alles hoor. Mag wel een beetje blijven. Heb ik uitgewassen en weggegooid. En nu ga ik hem malen. Ga ik hem hierin zetten. Zo. En dan ga ik hem malen straks. Kijk, dit heb ik goed fijn gemaald. Ga ik hem overzetten hier. Even voelen. Ja, hij is goed. En dan ga ik straks alle de ingrediënten erin mengen. Dan moet ik kijken. Lekker sehena rollen. En dan laat ik jullie zien, lieve kijkers, hoe ik mijn sehena maak. Dit is een gedeelte, dus de rest ga ik allemaal malen. Dan ga ik mijn ingrediënten erin mengen. En dan laat ik jullie zien. Zo, mijn lieve mensen. Zoals je hier ziet. Ik heb hier een pond oerdi gemaald. Ik heb zout, peper en knoflook gemalen. Heb ik al erin gemengd. Zoals jullie weten dat. Gebakken jeera, die zet ik 1 theelepel. Zo. En dan ga ik het alles goed mengen. Dan zet ik ook een theelepel kurkuma. Voor de kleur, hè. Dan heb je lekker een mooie kleur. Aantrekkelijk kleur. Kleur bedoel ik. En dan meng ik. En dan ga ik straks mijn blad schoonmaken. Het tijerblad. En dan ga ik hem rollen. Zo maak ik mijn sehena. Met echte oerdi. Echte. Nou natuurlijk die anderen zijn ook echte. Maar ik heb het laten inweken. Toch? En dan heb ik het zelf gemaald. Ik heb het niet droog gedaan. En dit is lekkerder. Zo moet het zijn. Een beetje binderig. En dan ga ik nu voorbereiden. Dit zijn de tijerblad. Zulke grote heb ik. Zie je? Mega grote tijerblad. Speciaal gehaald op de markt. En dit allemaal ga ik wassen. En dan ga ik hem die dikke stengels eraf halen. Dan wordt het plat. En dan ga ik de oerdi zo laten zetten. Dus zo straks laat ik jullie zien, hoor, lieve kijkers. Dit zijn mijn tijerblad. Grote blaadjes heb ik gekocht voor de sehena. Dan ga ik die stengel hier, die dikke stengel eraf snijden. Weet je? Anders kan je niet goed wikkelen, weet je? Als die dik is. En dan haal je die dikke stengels eraf. Het heeft wel een beetje werk, hoor. Maar ja, je moet er geduld voor hebben. Maar het is ook lekker om te eten. Zo, kijk, die dikke stengels haal je weg. En vervolgens ga je het hier ook doen. Zo. En dan hier. Zo. En wat doe ik? Dan heb ik mijn roller en nu ga ik er overheen. Zo, dan wordt het helemaal plat. Zie je? Helemaal plat. Dan is het makkelijk om die oerdi straks erop te smeren en makkelijk om te rollen. Als je bij zo'n roti, ware, nasi enzovoort wilt bestellen, dan is dat mogelijk. Informatie over hoe je bestelling kunt plaatsen, kijk onderaan deze video in de omschrijving. Ga ook naar mijn Suriname Kitchen, Facebook en stuur me een bericht via Facebook Messenger. En dan ga ik hem drogen met witte papier. Die zuigt beter. Hierin om. En dan ga ik het vervolgens opdrogen. Want die vocht wat ik heb net gerold, die vocht er is eruit gekomen ook, hè. Ik doe het voorzichtig deppen.
dat hij niet stuk gaat. Ja, lieve kijkers. Is leuk, lekker, maar veel werk. Ja, ik maak voor mensen graag hoor. Ze hebben mij gevraagd en dit is ook een bestelling voor mij, dus daarom maak ik het. Nou, die is droog, die mag weg. En zo volgen de allemaal. Dan heb ik weer hier, dus ik heb bijna 12 of 15 blaadjes hoor. Dus. En zo ga ik allemaal één voor één doen. En als ik ga straks rollen, dan laat ik jullie zien, oké? Zo, mijn lieve kijkers. Kijk, ik heb mijn blad al netjes schoongemaakt, geperst. Dat heb ik jullie laten zien. En nu ga ik hem, de oerdie erop zetten. Kijk, deze. Dit ga ik erbij smeren. Dat pak ik zo beetje bij beetje, omdat die blad zo groot is. En ja, voilà. Zo gaat het. Dan ga ik ze mooi bedekken. Je moet niet een hele dikke laag zetten, hè. Anders als je het gaat rollen, dan gaat het eruit steken. En dat moet het niet zo. Dan ga ik hem mooi aankleden. Het is lekker met grote bladen werken, hoor. Makkelijk ook. Zo, ik heb één blad al gedaan. Nu volgt de tweede blad. Ga ik erop plakken. En dit is klaar nu. Dan ga ik de tweede blad zetten erop. En de tweede blad ga ik zo zetten. Met die puntje. Zo. En vervolgens ga ik die andere blad ook insmeren. Zo. Dit wordt een heerlijke sahina. Lekker. Echt puur met echte oerdi. Omdat die blaadjes groot zijn, ik ga maar 3 blad rollen. Niet veel. Anders worden ze heel erg dik. Nee, ik wil niet zo dik hebben, weet je. Anders gaat het niet gaar worden. Kijk, kleine blaadjes kan je een beetje meer zetten. Maar deze omdat het grote blad is, 3 blaadjes is al genoeg. En dit eet je met mango chutney boy. Aamke chutney. Zo lekker. De derde blad komt. Vervolgens ga ik dit ook weer anders omzetten, zo. Zie je? Druk je het een beetje aan, zodat hij mooi plakt. Zo. Dan blijft hij strak, hè. Ga ik dit ook doen. Perfect dan dit kan niet meer. Even kijkers. Is perfect. En dit gaat heel mooi. Plakken ook, hè. Zo. En nu ga ik hem vouwen. Dan doe ik de zijkanten eerst. Zo. Dit. Doe je zo. Zo. Mijn lieve kijkers, deze kant ook. Op jullie verzoek om mij voor de camera zien te eten, heb ik een nieuwe YouTube kanaal geopend waar ik alleen eet. Het heet Suriname Food. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Ik zou zeggen, graag het abonneren ofwel subscriben en liken. Comments geven, zodat ik nog lekkerder kan eten voor jullie. Zo, nu ga ik hem rollen, lieve kijkers. Dan gaan we zo beginnen, hier. Zo. Dan nu moeten we hem zien om strakker te doen, hè. Omdat die oerdie vers is. Hij is echt lijmerig, hè. Kijk, veel mensen maken het met bezem. Echte sahina hoort gewoon met oerdi. Dan eet je sahina. Dit is een beetje omkeren zo. Dan is het ook makkelijk voor mij, hè.
Perfect. Dan ga ik dit in de folie zetten. Dan ga ik hem stomen. Want hij moet gestoomd worden. En dan ga ik hem in de folie doen. Zo. Zie je, lieve kijker? Ziet het er prachtig uit. Dan moet ik hem goed inwikkelen, anders gaat de water erin. Dat spoelt hij eruit en dat moeten we niet hebben. Zo. Nou, dit is hem. Dan ga ik hem in de grote pan laten stomen. Hé, lieve kijkers. Kijk eens, ik ben de Saina van mij aan het stomen. Dan ga ik hem straks omkeren. De bovenkant ook stoomt goed. En dan kan ik hem in stukjes snijden en bakken. Zo, mijn lieve kijkers. Kijk eens, de Saina wat ik had gerold en gestoomd. Ik heb hem in blokjes gesneden. En dan ga ik hem nu bakken. Ik heb een aantal, bijna 40, 45 stuks. Dus dan ga ik dit nu bakken. Dit is Saina. Weet je? In mijn taaierblad gewikkeld. Ik ben mijn Saina aan het bakken. Hier. Wordt het lekker. Dan mag je rustig gaan bakken. Het ruikt heerlijk. Ja. En hier. En lieve mensen. Dit is mijn Saina. En dit moet krokant gebakken worden, hè. Als die krokant is, is het lekkerder. Zo, mijn lieve kijkers. Dit is mijn Saina. Zie je, hij is klaar. Ik heb een mooi krokant gebakken. Lekker, ik ga een stukje eten, hoor. Het is heerlijk. Ik zou zeggen, lieve kijkers, als jullie dit lekker vinden en niet kan maken, je weet, bel me. Je mag altijd bij me bestellen. Oké, tot ziens. Dag. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt.